Ik ben Sabine Hagedoren. Ik ben geboren op woensdag 26 juni 1968. En je kent mij al 25 jaar als weervrouw en ik werkte daarnaast ook mee aan Vlaanderen Vakantieland. Ik ben licentiaat in de scheikunde en ik gaf ook enkele jaren les. Sabine is eigenlijk de tussenschakel tussen de weerdeskundigen en het grote publiek. De bedoeling is dus dat we die omzetten naar verstaanbare taal, zodanig dat de mensen weten of ze hun regenjas moeten aantrekken of ze hun zonnebril moeten gebruiken. Op mijn geboortedag, 26 juni 1968, ging het binnenlandse nieuws vooral over de regeringsverklaring van de regering Gaston Eyskens, 86 dagen na de verkiezingen. De regeringscrisis nu stilaan lang genoeg geduurd heeft. Ik zou je zeker verwonderen indien ik zou zeggen dat de Belgische Socialistische Partij, nadat ze een akkoord in meer dan 150 punten afgesloten heeft met de Christelijke Volkspartij en daardoor het ontstaan van deze regering mogelijk heeft gemaakt, dat de partij dan negatief zou staan tegenover de regeringsverklaring. En wat vooral opvalt, is dat het zeer lang duurt voor er een antwoord komt op de vraag. Men mag zelfs de vraag stellen in hoeverre het nodig was dat er een regeringsverklaring kwam. Het standpunt van de Volksunie zou kunnen bondig samengevat worden in drie zeer korte beschouwingen. Voor de rest was er nog een reportage over de jumping in Aken. Er was een show met de Nederlandse zangeres Mieke Telkamp en er was de film Psycho. Nu voorts is er eigenlijk weinig bewaard gebleven. Enkel nog een stukje van een modemagazine, Kringloop van de Mode. En ja, wat daar vooral opvalt is de betuttelende en toch wel de seksistische ondertoon. In de paskamer moet je ook je rug kunnen zien. Vooral ga voor de spiegel zitten. Dan zie je of de rok opkruipt, de stof en rimpels om de heupen spant. Je moet ruimte hebben, want je slijt je leven meer zitten dan staand. Daarom vraag je wijselijk, zou ik een grotere maat mogen proberen? Uit 65 jaar televisie heb ik gekozen voor een fragment dat te maken heeft met het weer. En ik heb gekozen voor een stukje uit de zomer van 76. Dus afgelopen zomer was het warm, droog. En 76, ja, was ook wel een zeer hete, nog heter eigenlijk dan de afgelopen zomer. En ik herinner mij dat, ik was toen 8 jaar, als een fantastische zomer. Ik heb toen de hele zomer in een zwembad gespeeld met allerlei plastieke tuigen waar ik op heb gesprongen en veel kindjes in de tuin. Bij het bekijken van de fragmenten valt vooral op hoe deprimerend ook die situatie was. De hitte zorgde ervoor dat mensen moeilijker konden werken. Oogsten die mislukten, de waterbesparingsmaatregelen. En daar vond ik een heel leuk fragment van een dame die ergens op een soort klantendienst zit van het ministerie en die persoonlijk tips geeft over hoe dat je op een goede manier het water moet besparen. Ja, nee, de tuinen mag u. Het is enkel dus groen, sierplantentuintjes en dergelijke. Maar groentetuinen, dat mag u besproeien. In orde? Goeiedag, meneer.